Ik heb prima geslapen. Nou, we hebben wel genoten van allemaal geluiden. We werden wakker met hippo's en aapjes op het terras. Altijd leuk. Ja, nou, een gezellig boel hier. Maar we gaan er zo weer vandoor, want we hebben een missie te doen. Ja, mijn voetenplaat is aan het afbreken. Dus ik kan de freewheel nou al niet meer gebruiken. En we gaan nou dadelijk in Chipata gaan we op zoek naar een lasser. Hallo? Hallo? Ja, ik wil graag een reparatie van mijn voetenplaat. Hij is eraf, bij het inladen van de auto. Dus dat wordt met de voetjes over de grond dadelijk. Gelukkig ben ik vandaag de hele dag in de auto, maar... Nou, ze zijn nu met de las bezig. Ik kan alleen niet meekijken omdat de motorkap ervoor zit. We zijn namelijk nog met de auto bezig. Dus het eindresultaat is nog één groot vraagteken. En we gaan het leven. Zoals je ziet is die met een knap staaltje kunst en vliegwerk door aan elkaar gemaakt. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal met een gerust hart hier in de auto zat. Want ik kon er natuurlijk niet uit omdat ze met mijn stoel bezig waren. Maar ik zat er wel met argus ogen toe te kijken. En vooral omdat ze hier nou ook met de auto bezig zijn en de klep omhoog staat, zie je sowieso niet meer waar ze aan het lassen waren. Het is inmiddels 12 uur, dus we staan zo ongeveer 2,5 uur hier met deze auto. En hij doet het nog steeds niet. Gelukkig zijn we vanmorgen 5:30 opgestaan, zodat we de reis goed konden maken met elkaar. Nou, we gaan zien of we er komen. Nou, voortvarend is kwaad. Toen kwamen we aan in Chipata. Daar hebben we mijn rolstoel laten maken. En toen hebben we ook even een lampje van de auto laten maken. Maar die even, dat liep een beetje uit. We hebben dat 3,5 uur gedaan. En we zijn geen tijd meer om te stoppen voor lunch. Dus we hebben dit gekocht. Het lijkt op brood, maar het smaakt een beetje naar een hele droge marmercake. En ja, je moet het gewoon zelf eten. Je moet er goed water bij drinken.
gaan slapen. Nou, een reis van ongeveer 16 uur. Lange zit was het. En ja, nu zijn we weer op. En dit is het ontbijt dat we net voorgeschoteld kregen. Dikke worsten, een paar eieren, een stapel boterhammen. En drinken waar een verdacht laagje op zit. Dus we gaan het proberen. Afternoon, it's worse. We zijn nu in het busje dat ons naar het vliegtuig gaat brengen. Bij het opgaan van de plaat, van die telplaat, ging ik al bijna onderuit. I'm good, thank you. Okay. Toen ging ik al bijna onderuit, omdat de man mij wilde helpen met duwen. Dus toen gingen we een beetje hard. Maar goed, we zijn er. Nu vliegen we lekker naar Dubai terug. Je zat op de heenweg ook in, deze toeruitzicht. Ik kan er eens zien, ja. En hopelijk hebben we een voorspoedige vlucht. Zo, de reis zit er weer op. We zijn net geland, weer op Schiphol. Ja, Amsterdamse bodem. En we horen net dat hier sneeuw ligt. Dus okay. Best dramatisch. In een dun broekje gaan we zo meteen de sneeuw in. Ja. Maar de reis was lang. Het was een lange zit, want we hadden 2 keer 7 uur vrij kort achter elkaar. Hard rennen op Dubai. Anders ben je niet op Dubai geweest. Heb je niet de Dubai experience gehad. Precies. Nou, we gaan nu nog even naar huis toe reizen en dan... slapen. Wat ga jij dan doen? Slapen? En ik ga ook even eten, want ik heb honger. Ik ga Surf It Live presenteren en dan ook slapen. Jemig, wat een kou hier. Niet te doen. Ik wil meteen weer terug naar Zambia. Ja, dus hier achter ons zie je dat het miezert. Weer en grijs. Zelfs sneeuw op sommige plekken. Dus het is echt heel anders. Maar we gaan toch maar naar de bagageband. Bedankt voor het kijken. Snel onze jas ophalen. Ja, dat ook nog. Bedankt voor het kijken naar onze vlogs. Hopelijk hebben jullie er een beetje van genoten. En tot een volgende keer misschien. Doei.